Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans. Ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan Vlogmania. Vlogmeisje Jelin heeft al 14 volgers. Dan ben je al gauw een bekende Nederlander. Ja, weet je wat het is, Kevin? Ik ben natuurlijk een beroemdheid en ik ben onwijs populair. En jij bent maar een gewone burger. Dat werkt gewoon niet samen. Het spijt me, Kevin, maar het is echt uit. Maar... Ik moet even vloggen. Sorry. Doei. Geloof me, je leven is een stuk leuker zonder Jelin. Hoi hoi, dit is Jelin. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag wil ik het met jullie hebben over spiritualiteit. Kijk, we kunnen natuurlijk niet voorkomen in ons leven dat er een heleboel ellende op ons afkomt. In het nieuws, maar ook bijvoorbeeld thuis. Ik heb bijvoorbeeld een broertje, Jordi, die heel vaak heel irritant is. Maar wat ik dus altijd doe, en dat wil ik jullie ook echt adviseren, is om daar niet op in te gaan. Weet je? Accepteer het en blijf positief en lief naar anderen. Want kijk, als ik lief doe naar Jordi toe, ja, zelfs als hij super irritant is, dan doet hij ook lief naar mij toe, snap je? Ah, Jordi! Positief blijven! Oh, God, zo! Positief blijven! Oh, waarom verpest jij altijd mijn vlogs? Vloggers Ans en Johan hebben net een vlog opgenomen. Tijd om de beelden terug te kijken. Nee. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Waar is er, Ans? Oh, Johan, je hebt die camera aangezet toen hij uit moest en uitgezet toen hij aan moest. Nee, toch? Hier, kijk dan. Ja, dat is goed. Oké, okay, blijf daar staan, hè? Ja. Goed, dan ga ik nu de camera op rek zetten. Ja. 3, 2, 1, go. Ja. Nou, die staat erop. Volgens mij is het echt hartstikke leuk. Oh, dat is toch een ongelofelijke sukkel, Johan. Ja, dit kunnen we niet nog een keer opnemen. Jawel. Ja, maar dat wordt toch nooit meer zo leuk als wat we net hebben gedaan? Al het spontane is er dan vanaf. Zorg jij er maar voor dat het leuk wordt, Johan. Wij zijn professionals. Oké. Ja, daar zijn we weer, Ans en Johan. En wij hebben natuurlijk weer een fonkelnieuwe challenge voor jullie voorbereid. En dat is papiertje blazen. Wel goed om er even bij te vertellen, Johan, dat wij deze challenge al een keer eerder hebben opgenomen. Maar ja, toen was Johan even vergeten om de camera op rek te zetten. Toch, Johan? Ja, dat was dom van me. Laten we maar gauw gaan beginnen. Papiertje blazen, wat is dat eigenlijk? Johan en ik gaan proberen om een papiertje zo lang mogelijk tegen de muur aan te laten plakken door middel van te blazen. Ja, je moet goed blijven blazen, want anders valt het papiertje naar beneden. Wij houden de tijd bij met een stopwatch. En wie dat papiertje het langst tegen de muur geblazen aanhoudt, die heeft natuurlijk gewonnen. Ja, dat is logisch. En we mogen het allebei 3 keer proberen. Goed, laten we maar gauw gaan beginnen. Ja, zeker. Ik begin, Johan. Ja, dat is goed. Ik heb hier een rode papiertje. Ik ga aftellen met de stopwatch. 3, 2, 1, go. Ach, och. Ja, dat is helemaal niet slecht. 4,1 seconden, Ans. Oh, dat is helemaal niet slecht. Nee. Nou, Johan, dan is het jouw beurt. Dan gaan we eens even kijken. Spannend. Ja, dat is heel spannend. Ben je er klaar voor, Johan? Meer dan. Goed, nou. 3, 2, 1, go. Oh, dat is 1,3 seconden, Johan. Hoe kan dat nou? Dat is mijn astma, Ans, die speelt op. Ik ga even naar mijn astmapuffertje. Ja, ga jij maar eventjes naar je astmapuffertje, hè? Dan heb ik vorige week nog aan hem gevraagd. Ik zeg, Johan, denk jij dat jij eraan kan met jouw astma en alles? Zegt hij, nee, Ans, dat komt helemaal goed. Dat hoeft mekaar niet te bijten. Ik heb alleen maar last van astma bij extreme inspanning. Nou is dit natuurlijk al extreme inspanning, dat blazen voor Johan. Want hij heeft de conditie van een ui natuurlijk. Als hij de trap oploopt, dan loopt hij te hijgen als een paard. Ik heb hem. Och, nou, ik ga even puffen. Neem jij maar een puff, Johan. Oh. Hè, nou, gaat het weer een beetje met jou? Ik ben er weer helemaal. Hartstikke goed. Nou, dan gaan we nog een keertje. Hè?
Bereid je maar eens even goed voor, Johan. En laat maar eens zien wat jij kan na die puff. Ja, ben je er klaar voor? Nou, meer dan klaar. 3, 2, 1, go! Zo, dat is 6 seconden, Johan. Wacht eens even. Nou moet je eens eventjes wachten, zeg. Nou moet je eens even wachten, Johan. Hoe kan het dat dat papiertje tegen de muur opplakte en jij niet meer aan het blazen was? Ans, geef dat papiertje hier. Nee, ga jij maar verder met de volgende buurt, Ans. Geef dat papiertje naar mij. Dat is helemaal nat. Dat was een ongeluk. Ik heb er per ongeluk op geniest. Jij hebt aan dat papiertje heb je zitten likken, Johan. Nee. Jij speelt vals en dat is niet de eerste keer, Johan. En ik kan jou vertellen, dit kan wel eens het einde van onze vlogsamenwerking gaan betekenen. Ans, het was een geintje. Een geintje? Hè? Jij zet mij verschut voor 1 miljoen volgers. Een miljoen? Het zijn er 12. 1 of 12, daar ga ik het niet om. Bedrog is potverdikken mijn bedrog. Johan, ik was... Ans, nee! Hier, alsjeblieft. Jawel! Jawel! We hebben nou de vorige keer afgesproken. Ik zeg dat ook hartstikke duidelijk. Kom hier! In die groepstherapie-sessie. Ja. Als jij ontvlamt, dan is er geen land bij jou te bezeilen. Ga niet naar de wc! Ik ga ergens anders naartoe! Johan, kom van die wc af! Nee, laat me rust! Doe open! Ik krijg een paniek op. Ik trap de deur in. Ja, kijkers. Johan wil graag iets tegen jullie zeggen. Ga je gang, Johan. Ja. Ik wil mijn excuses aanbieden voor het vals spelen. Dat had ik nooit mogen doen. Ik heb als vlogger een voorbeeldfunctie. Vals spelen is verkeerd. Het spijt mij. Heel goed. Dank je wel, Johan. En dan is het ook gewoon zand erover. En morgen krijgen jullie gewoon weer een nieuwe vrolijke vlog. Zoals jullie gewend zijn. En geef dat duimpje omhoog, want wij gaan voor de 11 likes. Dag hoor. Jason is de jongste vlogger van Nederland. Zijn moeder is zijn manager. Jason, we gaan zo naar dat kinderconcert. En dan wil ik jou vragen om voor 1 keertje jouw vlogcamera thuis te laten. Thuis? Nou, hoe moet ik filmen? Met een banaan? Maar je hoeft toch niet altijd te vloggen? Je kan toch ook ergens naartoe gaan en gewoon genieten? Heb je weer gedronken? Want je praat echt raar, hè? Ik ben een professionele vlogger, hè? Maar dan mag je toch ook wat vrije tijd? Hallo, ik ben professioneel. Wij vloggers hebben geen vrij, hè? Dit is onze roeping. Oké, sorry. Deze camera gaat gewoon mee. En daarmee pasta. Niet je schouders ophalen, jonge dame. Yo, 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 volgers. Dit is Jason. Ik ben 2 jaar en ik ben de jongste vlogger van Nederland. En ik zit weer in de bingen met mama. Hallo, mama. Hoi. En vandaag gaan we naar een kinderconcert. Gaan mensen muziek spelen en wij gaan dan naar luisteren. Super vet. Mag ik je kaartje even scannen? Oh, mag ik dat doen? Ik wil ook graag scannen. Nee, sorry. Dat mag ik alleen doen. Hoezo? Ik ben 2 jaar. Ik kan beter scannen dan jij, hoor. Nou, Jason, gedraag je. En dan hebben we natuurlijk ook de contrabas. Fred, kunnen we een stukje horen, alsjeblieft? We zijn nu in de zaal. Kijk, daar zijn alle muzikanten. Hallo, muzikanten! Zachtjes, Jason. Ze zijn begonnen. Mama, ik moest toch laten zien van mijn vlog? Nu hebben jullie alle instrumenten gehoord. Maar nu gaan de instrumenten samen een liedje spelen. In de maneschijn, in de maneschijn. Jason, niet meezingen. Ik ben een kind en ik heb het recht om mezelf muzikaal te kunnen uiten. Krom ik op een trappetje. Zou uw kind iets stiller kunnen zijn? Ik kan het zo niet horen. Ja, natuurlijk. Sorry hoor. Jason, stil nu. Nou, welk kindje zou wel eens hier op het podium met deze tamboerijn willen spelen? Dat meisje hier vooraan. Ik ben goed met tamboerijn, hè? Echt supergoed, hè? Oei, nou niet. Jij wil wel heel erg graag, hè? Nou, dan mag dat meisje zo meteen. Hallo, hoe heet jij? Mijn naam is Jason en ik wil graag Jingle Bells. Jingle Bells? Maar het is helemaal geen kerst. Ik wil graag Jingle Bells! Oké, nou, lukt dat, jongens? Ja. Maar nou, Jason, je hebt geluk. Daar gaat hij. Zachter zingen, want zo kunnen de muzikanten niet spelen. Hoezo? Het is toch super makkelijk? Geef dat ding hier, geef hier, geef hier. Kijk maar. Jingle bell, geef hier, ga! Mijn viool. Oké, Jason, waar is je moeder? Hier, ik ben hier. Sorry hoor. Jason, je bent echt heel erg stout. Maar zij trok zelf van haar
eigen viool? We gaan nu betalen voor een viool en dan gaan we gelijk naar huis. Zit er nu weer in de buggy naar huis? Maar ik vond het wel echt een super chille dag. Ik heb muziek gespeeld, ik heb gezongen. Het was echt leuk. Alleen waren de mensen om ons heen een beetje chagrijnig. Vond jij het ook een leuke dag? Duimpje omhoog, like, later. Het is avond. Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die lijdt aan vlogmania, goedenacht en vlogzacht.